Ik vond buitengewoon aantrekkelijk om Ein Fester Burg hier te spelen in Grauhof. Het is een werk van de vroege Bach. En die woonde hier niet zo ver vandaan. Die werkte hier niet zo ver vandaan. Dat is op zich aardig. En de jonge Bach, dat is iemand van een jaar of 18. En het is verbijsterend hoe die componeert. Dat heeft avontuur, dat heeft emotie, dat heeft vakmanschap. En de late Bach is op een bepaalde manier nog knapper, is nog geconcentreerder, maar is in zekere zin ook esoterischer, moeilijker te begrijpen. En de jonge Bach die fascineert onmiddellijk en die pakt je onmiddellijk bij de kladden als luisteraar. Wat het stuk betreft, Ein Fester Burg, dat lied is geschreven door Luther. In een tijd dat hij vermoedelijk met zichzelf een beetje overhoop lag. En als hij schrijft, Ein Fester Burg is God, dan bedoelt hij vermoedelijk dat God tegen je innerlijke aanvechtingen een geneesmiddel is. En al heel gauw hebben mensen gezegd, dat is een echt protestants lied tegen de Turken en tegen de paus. En dan wordt het lied oorlogzuchtiger en lawaaieriger van. En ik sluit niet uit dat Johann Sebastian Bach ook al in die traditie stond waarin men zo over dat lied dacht. Het wapengekletter hier, dat zit meer in het soort noten dat gespeeld wordt. Het zit in het soort registers dat je kiest. En de manier waarop je tempo daaraan aanpast, dat is altijd naar mijn gevoel maar marginaal. Daar komt nog bij dat het orgel van Grauhof een fantastisch orgel, zijn 18e eeuwse speelaard bewaard heeft. Dat is bij een uitzonderlijk groot orgel als dit een zware speelaard. De toetsen gaan moeilijk naar beneden, zeker als je koppelt. En dat behoed je heel erg voor overdreven hoge tempi.